Zo. Wow, de brug heeft een beetje kuren. Kijken. Dus dit gaat niet goed, hè? Ik denk dat wij een ander plan van vandaag moeten bedenken. Is niet te hopen. Ja, ik heb een storing. Ik heb gebeld. De monteurs zijn onderweg. Dat we gaan ervan uit dat het vrij snel opgelost wordt. Ik ga vandaag eens lekker op avontuur. Ga je met me meehalen over land en zee. Op naar de volgende bestemming. Hoi, leuk dat jij naai en naai vlog, Sjogge. Lach me niet uit. Wat een zootje hier, Kees. Ik heb even de vlog in het Fries geopend. Wat vond je ervan? Nou, ik begreep er, ik stond er helemaal niks van, maar goed. Nee, ik ook niet. Een heleboel mensen blijkbaar wel. Ja, maar dat betekent dus... Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Ja, dat was het dus, hè? Ja. Ja. Maar nou, leuk dat je dus kijkt. Het is één grote bende in het gangboord. Nou, niet alleen in het gangboord. Maar het is zo dat we liggen dus in de Prinsentuin. Maar het is nogal nat geweest de dagen voordat wij kwamen. Het is super drassig. En dat loop je dus allemaal naar binnen. Dus ja, het, is, het lijkt een mega blubber power race al van vroeger. Ken je dat nog? Van Telekit. We zijn dus nu druk bezig om... Nou ja, pa vooral, want ik hou een vlogcamera vast. Ik ga hem straks wel even helpen natuurlijk. Als klaar is zeker ga je helpen. Nee, je komt straks echt. Ik heb alles gedaan, man. Ik heb vanochtend de was opgevouwen, ik heb de afwas gedaan. Ja, maar ik had een radio-interview net. Ja. En ik heb nog toeschouwers, zie je? Ja, je wordt inderdaad, je hebt publiek. Ja. Nou, ik kan goed werken, jongens, hebben jullie niet? Ja, als jullie nou niet meer alles vies lopen. Nee. En dan moet jij alleen die zijkant nog even een beetje pakken, Kees. Ja, dat doe ik, ja. Ja, doe, zou je dat wel doen? Ja, dat weet ik wel zeker. Ga maar hier. Wat? Krijgen ze een oude natte lap, hè? Ja, geen idee. Ja. Maar ze zijn de hele morgen ook al gras aan het maaien. Dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid gras. Maar die grassprieten die liggen nu los, dus dat loop je ook nog eens een keer lekker mee de boot in. Waar gaan wij heen vandaag? Naar Dokkum. Dokkum. Ja, Dokkum. We rijden uit naar Dokkum. Ja. En onderweg kwamen we nou een dorpje tegen. Sowieso Bart Lahim, hè? Het bruggetje van Bart Lahim. Juist, daar gaan we ook. En Bardaat volgens mij. Ja, ja, daar had het over. Als we er nog tijd voor hebben, want het is best wel eentje varen hoor. Ja. Ze gaven alleen mooi weer op, maar het is grijs en grauw en het begint ook een beetje te miezen regenen. Ja, ik ga wel meedenken hoor. Vaste tekst een paar valt wel mee. Ja. Ja, het valt ook inderdaad wel mee, maar ze hadden iets lekkerder weer opgegeven, dus we hebben een truitje aangedaan. Maar we mogen niet klagen, het is gewoon lekker Hollands weer, een graadje of 20. Het is 2 minuten later en ik sta in één keer in mijn t-shirtje in de zon. Nou, lekker. We gaan ervan genieten. Ik heb er heel veel zin in. We hebben echt genoten van ons bezoek aan Ljouwert. Een verrassende stad met heel veel historie ook wel. Ik had daar geen idee van. Wij komen daar niet zo snel vanuit de Randstad. Maar zeker de moeite waard om eens een keer te bezoeken. Het enige nadeel zou kunnen zeggen dat je best wel vaak straaljagers over hoort komen. Er zit natuurlijk een vliegbasis hier vlakbij. En dat hoor je best wel vaak, dat ze voorbij scheren. Dat is natuurlijk heel goed voor de veiligheid van ons land. Maar wat minder voor de rust. Maar ja, we lagen natuurlijk prachtig hier in die Prinsentuin. Echt een, nou, ik denk wel een van de mooiste stadsparken van Nederland, denk ik. Echt heel relaxed met niveauverschillen en zo. Dus verrassend wat ik al zei. En nu op naar Dokkum. Zo, ja? Ben je er klaar voor? Ik wel. Ben ik er ook klaar voor? Ja. Ja hoor. Okay. Gooi die trossen wel los. Ja.
Zo. Wow, de brug heeft een beetje kuren. Kijken. Dus dit gaat niet goed, hè? Zie je dat? Ja. Hij ging in één keer keihard dicht. En eerst wilde die niet dicht. Ja. Moeten wij er straks onderdoor? Hebben wij weer. Heb jij een helm bij je? Oh, ja, we kunnen de andere kant er ook uit misschien. Ja, die bruggen die geven ook wel een storing. Ken je de Lange IJzeren brug bij mij in de haven in Dordt? Nou, die heeft pas geleden bleef die ook openstaan. Eén kant dicht, andere kant open. Je kon daar niet meer uit als passant zijn. Dat is natuurlijk balen. Hier hebben we ook een probleem. Ja joh, hij blijft gewoon hangen. Hij gaat niet meer dicht. Ik denk dat wij een ander plan voor vandaag moeten bedenken. Het is niet open. Nee, maar dat ziet er niet goed uit. Nee, maar ja. Zou ik eerst een keer omhoog gaan, dan naar beneden gaan misschien. Ja, maar dan moeten wij straks als testcase eronder doorgaan. En dan hopen dat hij niet naar beneden kan. Dan blijft er wel rest. Er zijn heel veel mensen aan het wachten nu. Op de brug die niet wil sluiten. Ja, je zit midden in zo'n stad, joh. Dus dat hoopt maar op. En het is natuurlijk een beetje spitstijd. Noorderbrug, kom op, je kan het. Nou, ik gooi hem toch echt even zijn achteruit, want... Ja? Zo zie je maar, pa. Op het water heb je altijd avontuur. Oh, schat. Of ligt dat aan ons? Ik overal denk, waar wij zijn, aan gebeurt jou ligt dat. Een beetje. Ja. Ah, je bent maar even een natte lap. Dit is wel die doek die je net ook over het gangbord hebt gehaald. Ja, nou, dat was zo. Ja. Sorry, want de uit Amsterdam, die moet het weer op gang helpen. Ja, ja, dus... Ja, die ben je wel even onderweg. Oh, hij heeft geluk. Hij kan er onderdoor. Nou, er staat een visboer daar, dus misschien moeten we maar even een haringje gaan happen of zo in de tussentijd. Daarachter hoopt het allemaal op natuurlijk. Iedereen wil de haven uit. Maar de haven lopen nog niet gebeuren. Dat houdt de tijd op, jongen. Ja, maar... Dat vinden de mensen daar allemaal heel erg. Ze staan er allemaal... Ja, maar die kunnen nog een andere... Die gaan gewoon een berichtje verder. Die ziet iedereen gaat zijn eigen pad alweer. Ja, die denken... Is dat veel erger? Ja, voor ons is het helemaal niet leuk. Nee, je moet alles relatief zien. Ja, daarom. Maar het is even oponthoud. Maar weet jij een andere route die we kunnen gaan varen dan? Want om hier nou de hele dag op te gaan. Met een rumbootje weet ik wel een andere route. Ja, ja, gewoon die kant op. Maar is het serieus? Is er geen andere... Nou ja, dat ga ik even bestuderen. Een soort bypass? Hebben wij dit weer. Ik denk dat Dokkum hem vandaag niet gaat worden. Ik denk niet dat de brugwachter blij is, want er staat de volgende bestemming. Ja, ja. Huh? Geen reclame. Nee, dat is geen reclame. Waar ze blij willen. Ja, dus... ik had net heel positief afgerond. Laten we een beetje veranderen. Ze willen gewoon niet dat we weggaan. We mogen gewoon niet weg, dat is het. Oh, zo dat ja. Maar ik ga eens kijken of we een ontsnappingsroute kunnen vinden. Ja, ga jij eens kijken, want ze krijgt het een beetje benauwd altijd als het opgesloten zit. Kijk, ik wil er dan altijd uit. Hoe doe je dat? Oh, via de waterkade. Ja, via de waterkade. En nou ga je... Jij bent altijd gelijk doelgericht op zoek naar oplossingen. Je ziet nergens een probleem. Hé, kijk. Die man die denkt, ik beer hem gewoon, ik ga er overheen. Ja. De maan natuurlijk niet. Onder de slagbomen door. Schaam je, meneer. Hij is wel aan de overkant. Ja, daar is wel aan de overkant, ja. Maar het is niet echt... Oh, er gebeurt wat. De bel doet het nog. En de verlichting, de oorlamp. Ja, maar daar hebben we niet zoveel aan. We hebben geen disco nodig, we willen gewoon erdoor. Nee, er is geen ontsnappingsroute. Is er geen ontsnappingsroute? Nee. Nou? Nee. Maar dus dat betekent nee, dat want kijk, we zijn hier. En we moeten hier het Dokkumeree op. Nou, dat is een stukje verderop moeten we naar Bakboord. Nou, heel snel gaan we naar Bakboord. Hoe dat afloopt, dat zie je in deze vlog. Of volgende week. Ja. Nou, die heeft ook geen geduld. Die moet op tijd op zijn werk zijn. Hoppakee. Ja. Dat gaan we meer doen, denk ik. Dat gaan we meer doen. Kijk, onder het slagboompje. Kun je met de fiets ook weer eens aanlopen neemt. Die man met die kinderen gaat het misschien ook wel doen. Als ze terug gaan, dan kunnen ze toch rond. Ja. Dan kunnen weg. Zij kunnen weg, wij zeker niet. Zeker op de fiets, ja, lopen. Nou, ik heb een storing. Ik heb gebeld. De monteurs zijn onderweg. Dat we gaan ervan uit dat het vrij snel opgelost wordt. Hoi, dat is die marifoon. Ja, ik ben altijd positief gestemd. De glas zaalt bij mij half vol, maar nu is deze keer half leeg. Ja, toch? Ik zou aan de kant gaan liggen. Ik zou van de kant gaan liggen, want nu is er nog ruimte en direct gaan ze er allemaal hier liggen. Nee. Wat zijn monteur onderweg, hij heeft niet verteld waar vandaan. Hier bij de Noorderbrug. Ja, storing bij de Noorderbrug, kom alstublieft snel. Hoeveel pech kan je hebben dat net voor je neus, dat de brug kapot gaat? Nee. We zijn toch op zoek naar een alternatief? Dit gaat echt nog wel een tijdje duren. Ja, natuurlijk, maar als je zo terug gaat, diep 21, ja, we liggen hier, dus je kunt zo terug. Ja. Wat we gisteren... Staande mastroute is dat? Stukjes aan de mast. En dan
hier omhoog en dan rechts en dan... Die stippellijn? Ja. Maar wat betekent dat stippellijn? Staat in de legenda. Ja, alleen maar geschikt voor heel kleine zeilbootjes. Ja, en wat zijn wij? Een grote motorboot! Oh. 2,40 meter. Hoogte. Ja, doei! Dus dat is geen alternatief? Nee. Dus nou, dan maar even duimen dat de monteur er zin in heeft vandaag en dat hij met gierende banden deze kant op komt. Uiteindelijk al niet problemen met de elektronica, lijkt me, want volgens mij is de brug nog ik zie wat gebeuren. Geklonken. Daar komt de monteur. Die gaat het fixen. Die gaat vragen wat is er aan de hand, de monteur, en ik zie de brugwachter zeggen hij gaat niet meer op en neer. Ja, hey, hallo, dat Theo uit Nieuw-Lekkerland ook door. Ik vind het toch interessant hoe je dan zo'n stuk staal weer in beweging krijgt. Ik denk dat het aantal chips eruit liggen, Kees. Ja. Ik zie de brugwachter een peukje opsteken, dus dat duurt nog wel even. Een tekort aan chips, hè? Maar daarom liggen de autofabrieken stil op het moment. Oh, er is een tekort aan chips. Dus als ze daar ook bij ons niet, hoor. Je kunt ze over eten. Ik pak er even een chipje bij, dat duurt nog wel even. Ik ga eens even kijken, van dichterbij. Ik Nou, de brugwachter zei, het duurt een minuutje of 4. Daar geloof ik niet zoveel van. Ja, misschien hebben ze al eerder met het bijltje gehakt. Hier in Friesland zijn natuurlijk zoveel bruggen. Ik moet wel zeggen dat die monteur er echt mega snel bij was. Maar ja, er gebeurt nog niks. Er zit weer beweging in de brug. Je kan het, je kan het. Hij gaat nu heel langzaam naar beneden. Ik denk niet dat je dat kan zien. Nee. Maar dan sluit de klep volledig. Het gaat een beetje met horten en stoten. Als hij ook zo langzaam direct weer omhoog gaat, ja, dan komen we vandaag hier er niet uit. Ik kan nog een dagje bijboeken. Maar hij is wel bijna dicht nu. Maar nu heb je dus verschillende belangen, want deze mensen, de brug is dicht, die kunnen er straks weer open hopelijk. Dus die kunnen naar hun volgende bestemming. Maar wij willen juist dat de brug open gaat. Hè? Dat is volgende. Dus je hebt twee kampen. Ja. Brug dicht, brug open. Wij zijn brug open. De slagbomen gaan niet open, maar volgens mij mogen de mensen onder de slagboom door. Nou, dat doen ze dan ook massaal. Hè? Ja, absoluut. Je ziet mensen met fietsen. Kinderwagen wordt opgetild. Dat is een schitterend gezicht, toch? Als je dat zo bezig ziet. Schitterend, hè? Ja, dat vind ik leuk. Kijk, ze gingen één schaap over de dam. Ja. Oh ja, die mensen kunnen weer verder, maar wij niet. Nee. Kijk, daar gaat het. Het wordt ook wel wat gevraagd van mensen hun lenigheid. Hey. Ik hoor de bel, nu gaan de slagbomen open, denk ik. Ja, yes, daar gaan ze! Ze zijn allemaal met moeite om het slagboom op. Een halve minuut later gaat alles open. Net nog 70, 80 plus met moeite eronder door. Iedereen, en dan gaat hij omhoog. Iedereen zit vanavond in de revalidatie. Dat is toch een lach, ik denk wel de moeite waard geweest. Zoveel vertraging hebben we niet gehad. Als hij ook nog omhoog gaat... Ja, de brug moet omhoog, maar ik denk dat ze dat voorlopig even niet doen. Want ze willen natuurlijk niet het risico lopen dat weer die hele stad lam ligt. Ik ga er onderdoor. Oh, het is allemaal tegelijk. Ja. Noorderbrug, goedemorgen. Hier Motorjacht VB 002. Ja, goedemiddag. Hier de Noorderbrug. Goedemiddag. Ik zag dat er wat problemen waren rondom de opening of sluiting. Is het mogelijk dat wij een passage kunnen doen? Op dit moment nog niet, maar er wordt druk aan gewerkt. Hoe lang? Ziet er wel goed uit. Oh, we gaan elk moment gaan we even testen en dan gaan we een opening doen. Oké. Testen in de zin van dat ik de klep op mijn kop kan krijgen? Daar gaan we niet van uit. Oké. We wachten het af, alvast bedankt. Nou, ze gaan nu eerst testen, maar hij gaat omhoog. Ja hoor, daar gaat hij. Het ziet eruit, er komen meerdere schepen nu door de brug, dat we de passage kunnen doen. Ja. Buk jij straks even pauw. Ik vind het wel een beetje spannend, moet ik eerlijk zeggen. Ik loop al over. Dan ga ik aan de andere kant te wachten. Oh, overlopen ben je. Daar komt het eerste schip. Ik moet zeggen, ze hebben het echt wel verdraaid snel opgelost dit allemaal. Nou, toch een hulde aan de gemeente Leeuwarden. Hè? We hebben wat spektakel gehad, maar we kunnen ook weer snel door naar de volgende bestemming. Hey pa, high five. Kunnen we door? Ja, dankjewel. Dokken we hier weer komen, alsnog.
een bakje koffie erbij, stroopwafeltje erbij. We hebben de gang weer te pakken. Ja. Heb jij een scheet gelaten trouwens? Nee, de vriend hier. Ja toch, er komt een lucht hier in één keer. Dat is niet normaal. Chico, vieze stinkhond. Oh, honden kunnen af en toe zulke vieze stinkscheten laten. Je hoort ze niet. Je ruikt ze wel. Nou, we krijgen hier de volgende brug. We zijn net de Dokkumer E opgegaan. En ik ga de brugwachter maar eens even op piepen. Ik had al gehoord van mensen dat de Dokkumer E echt schitterend is. Ja. Leeuwarden-Dokkum-verbinding. Maar dat klopt. Leuke schattige huisjes en zo. Als het zo breed is, is het super mooi waar hoor. Volkstuintjes. Ja. Je moet nagaan dat ze hier met schaatsen, die Elfstedentocht, dat hier duizenden mensen lopen en bivakeren. Maar is dat deze vaart? Ja, natuurlijk. Dus van Leeuwarden naar Dokkum. Oh ja, natuurlijk. En dan komen we bij Bartholiem, het bruggetje van Bartholiem. Ik weet niet waar dat is. Ja, daar komen we als het goed is straks langs. Die moet ik ook even afvinken, heb ik nog nooit gezien. Ja. Bruggetje van Bartholiem. Dat stelt natuurlijk helemaal geen klap voor. Nee, ja, het is wel legendarisch. Oh ja, ga jij het eens even uitzoeken. Ja. We zijn inmiddels in Bartholiem. Ja. Het kloppend hart van, nu niet. Elfstedentocht. Het is knap dat je toch zo bekend bent, Bartholiem. Ja. Er wonen 70 mensen geloof ik. Ja, in die buurtschappen. In Nieuw-Lekkerland wonen 9000 mensen, maar Bartholiem is bekender als Nieuw-Lekkerland. Dat durf ik je te garanderen. Ja, want in de tijden van de Elfstedentocht. Ja, dat is zijn hier journalisten, tv-ploegen, je wil niet weten hoeveel. Ja. En dit iconische bruggetje, ja, dat staat. Hoort dus, mensen staan daar. Want dit is eigenlijk het laatste stukje wat ze dan schaatsen richting Leeuwarden op de bonken waar dan de finish is. Ja. Dus even aanmoedigen. En dat is natuurlijk iconisch eigenlijk. Ja, daar heb je het bruggetje, Kees. Ja, dat is er mensen. Ja. Nog nooit gezien. Nee. Mooi hoor, ja, dat vind ik wel bijzonder. Dat is toch hartstikke leuk? Ja, ja, want kijk. Doe eens even zijn achteruit. Even zijn achteruit. Dit is hem hoor. Ik voel me trouwens een vreselijke toerist. Nou, dat mag toch. We zijn aan het kijken naar een bruggetje, ja, zoals er zoveel zijn. Maar ja, deze is bekend. Mooi hoor. Maar echt heel leuk om dat zo te zien. Ja. Je kan daar uren naar blijven kijken naar zo'n bruggetje natuurlijk, maar het is en blijft een bruggetje. We hebben hem afgevinkt. Ja, mooi hoor. Ja, Dokkum. Nog één brugje? Ja, dit is nog niet het mooiste van Dokkum, denk ik. Maar we gaan het bijna onze entree maken. Je ziet het. Ja, leuk. Dokkum is wel leuk, hoor. Ik ben heel benieuwd. Ik ben een paar terug geweest. Ja. Het camper, dat is leuk, hoor. Voor er veel positieve verhalen over. Ja. En dit is dan ook gelijk het eindpunt, of het meest noordelijke punt van onze vaartrip. Hè? Dan hebben we toch onze volgende bestemming bereikt. Niet met het mooiste weer, helaas. Maar toch. Ja. Dat hebben we mooi even gedaan. Ja, hoor. Ja, vandaag is het uitminste weer. Ja, je ziet misschien wat druppels op de lens. Doen. Nou, we zijn zelf het zonnetje in huis en morgen wordt het weer beter. Wordt het vast weer beter. En dan laat ik Dokkum eens even zien.
daar bij die molen. Die... Mooie molens, hè? Ja, nee, ja. Die malle molen. Zo gaat dat liedje. Oh, dat is jou, jouw tijd, dan moet jij dat weten. Ik zing niet mee. Vergeten maar. Mooie molen. Ja. Molen. Zeldenrust. Ja. En je verzint het niet. Wij kwamen natuurlijk gisteren hier aan met bedweer. Ik heb ook gewoon besloten de camera weg te gooien, want ik denk dat wil niemand zien. Dus we pakken het nu op, want het is lekker Hollands weer met een zonnetje erbij, een wolkje. Prachtig. Mooi. Maar we liggen dus onder, ja, onder het wieken eigenlijk van molen Zeldenrust. Ja, ja. En daar hebben we, ja, zou die molen naar mij vernoemd zijn, Zeldenrust? Ja, ik weet het niet. Voor deze gelegenheid. Maar ik heb mijn buurman het doorgegeven. Die werd er helemaal gek van. Ja, met jou. Meindert is dus molenfan. Molenfan. Ik heb een keer een vlog met hem opgenomen. Met mijn brandweerwagen. Ja. Die video zie je hierboven ergens verschijnen. De link daarvan. Kijk hem een keer terug. Ja. Maar jouw buurman is gewoon... Nou, die krijgt echt een hele warme gevoelens van molen. Vanmorgen geappt. Hij zei, ik ben stikjaloers. Ja. Oh, wat is dat mooi. Zo. Dus, nou, dus realiseer je dat jij gewoon hier... Met mij samen onder de wieken van molen Zeldenrust. Ja, maar bij ons hebben we ook 19 molens, hoor. Jij realiseert het weer een beetje. Ik heb nooit de molen gezien. Nee, je wordt er iets minder warm van. Maar het is gewoon prachtig. Ja. Dus we gaan vandaag het vestingstadje Dokkum verkennen. Ja. En we hebben besloten Chico en Trixie even lekker op de VB 002 te laten. Want misschien willen we nog ergens even een kerkje in of zo, want het schijnt hier ook te zijn. De Bonifatiuskerk. Bonifatiuskerk. Ja, want Bonifatius, nou, daar staat Dokkum wel een beetje bekend om. Ja, die is hier lopend heen gekomen en hoorde ze daar teruggegaan. En dat was niet gisteren, dat is al heel lang geleden. Heel lang terug. Ja, en daar teert Dokkum nog steeds een beetje op, heb ik het idee. Bonifatius bier, alles is Bonifatius. Nou, ik denk dat het vanaf deze vlog naast Bonifatius ook Kees, Theo, Trixie en Chico is. Hè? Dat, zou dat? Dat Dokkum daar ook bekend op staat. Ja, zo. Droom verder, Kees. Ja, nee, we doen even lekker een rondje zo langs de vesting. Dat is 2,3 kilometer. Toch? Ja, daar hebben we zin in. Ja, dat is leuk. We hebben onze wandelschoenen aan. Nou ja, ik heb gewoon mijn schoenen aan eigenlijk die ik altijd aan heb. Hier moeten we wat van maken, zo'n vlog. Maar let's go. Dokkum, here we come. Oh, het zonnetje begint te schijnen. Zie je dat, mensen? Daar worden mensen vrolijk super van. Super, nou heerlijk hoor. Zullen we gewoon op een boord blijven zonnen? Nee, we gaan even lopen. Ah, we gaan toch wat doen. Oké, ja. Doen we. Oh ja, ik had nog een idee. Want we hoorden vanmorgen van een jongen die hier een beetje de haven runt, dat er ook een praathuisje is. Ja, het oude lullenhuisje. Oude lullenhuisje. Nou, misschien is er nog een plekje voor jou over. Ja. Ja. Nee, maar dat is natuurlijk hartstikke... Nee. Nee. Nee, we gaan met de mensen praten, maar ik hoef niet. Nou, je hoeft niet, altijd laat ik je achternaar. Nee, maar dat is natuurlijk hartstikke leuk om van de locals hier te horen. Ja. Zeker van die wat oudere mannen. Maar als ze echt Fries praten, dan hoor je helemaal niks. Dan moet ik nog gaan ondertitelen. Nee, maar, ik maak al 2 vlogs in de week, dat is al bijna niet vol te houden. En dan moet ik ook nog gaan ondertitelen. Ja. En mensen, ook hier zijn de straaljagers weer aanwezig. Hè? Ja. Ze laten ons niet met rust hier in Friesland. Hoop herrie. Ja. Maar ja, die beschermen ons land. Ja, zo is het. Ja, de informatiezuil van Dokkum. Hier zien we alle highlights. Heel brede gracht eromheen, heel breed. Dat zie je mooi, ja. Het is natuurlijk een van, volgens mij is het verkozen tot een van de mooiste vestingstadjes van Nederland door de ANWB. Zou best kunnen, dacht ik. Nou, is ja, heel dat, mooi. En klein, maar dat is juist mooi, hè? Wij zijn nu... Gaat die stip ook met ons mee als wij gaan lopen? Of moeten we nu bedenken waar we staan? Bedenken waar... Hier zijn we nu. Ja. Het Zuiderbolwerk. Ja. Kijk, hier. Oosterbolwerk, Noorderbolwerk, het is een heel bolwerk. Het is een heel bolwerk, nou. Hier zie je dan alle highlights waar je voorbij komt. Nou, dat zijn er nog wat. Hè? Ja. Waar staat de VB 002? Staat er niet bij. Komt er voorlopig niet bij ook. Het staat niet op de kaart. Nee, dat is geen geschiedenis. Wel een beetje geschiedenis. Ja, nee, maar nee. Niet... Nee. Maar we gaan gewoon even lekker een rondje lopen. En ik denk dat we... Oh, bierbrouwerij, zie je dat? Die hebben ze hier ook. We zien wel waar we belanden. We kunnen al lang blijven praten, maar we moeten gewoon een beetje doorlopen natuurlijk. Dus dan gaan we nog niks zien. Want vanmiddag gaan we weer richting Leeuwarden. Ja. En nou, daar komt morgen mijn zus aan boord samen met mijn 2 nichtjes. Ja. En dan is het een hele bijzondere dag eigenlijk. Want dat zou jullie trouwdag zijn. 50 jaar. 50 jaar zou jij samen met ma getrouwd zijn. 27 dat is dus, augustus. Ja, klopt. Nou, dat is natuurlijk een hele bijzondere dag. Moet je dat vieren? Nou, met een lachende traan. Daarom, we gaan het herdenken en we gaan er een mooie tijd van maken. Wij hebben ook een bijzondere tijd nu. Dus ik ga dat
niet te veel vloggen, nee. Want dat vind ik lekker privé. Ja, vind ik. Dus we gaan er een leuke vlog van maken hier in Dokkum. Ja. En dan varen wij weer terug naar Leeuwarden om daar een paar mooie dagen te hebben. Ook een lolletje met elkaar te hebben. Ja, toch? Je kan de leuke dingen doen. Leeuwarden is leuk. Je kan suppen, je kan fietsen, je kan de stadje zelf bezoeken. Dat is ook hartstikke leuk. Je kan alles. En de volgende dag bijvoorbeeld weer richting Sneek, of tenminste alvast naar het zuiden toe varen. Ja. Vanaf dan gaan we eigenlijk weer terug afzakken richting Dordrecht. Hun kunnen nog een dagje meevaren. Heb jij het? Ja. Je loopt bijna die paal. Ja, maar ik zag hem wel. Heb je alles nog in de broek zitten? Alles, ja. Wat er nog is. Ja, deze gaat spul. Oh, oké. We zijn bij de tweede molen aangekomen. Oh, prachtig. Ja, we net op start, dat is koud. Ja, daar roken we ook mee wel. Ja, Gabriel is ook niet altijd even gesmeerd. Nee, maar de motor direct warm is misschien weer bij. Daarom. En je weet niet hoe zo oud zo'n motor is, hè? Want het is ook een oud schip. Zo, dat ik denk 1965 of zo, ik weet het niet. Het is me nog ook. Ja, maar dat zal er niet veel misschien wel ouder. En dat blijft allemaal maar varen, hè? Ja, dat is zo leuk aan bootjes. Je ziet soms de gekste combinaties gaan. Dat je denkt, hoe blijft het drijven? Mensen hebben allemaal plezier. Ja. Soms veel meer dan mensen met zo'n grote jacht. Hè? Ja. Die kijken soms zo zuur. Of alles moet netjes zijn. Ja, ieder kussentje moet... Kijk, heb je nog een vogel achterop? Ik krijg toch een beetje kriebels van. Maar goed, dat ligt aan mij natuurlijk. Van, ja, dat is toch lachen. Heb een vogel achterop. Paradijsvogel. Ja. Nou, we staan nu onder de wieken van Molen de Hoop. Dat is dus een stellingmolen. Molen Zelderust, waar we net voorbij kwamen, die is niet meer in gebruik. Maar deze heeft dus wel een nieuwe bestemming gekregen. Ja, ze zit tegenwoordig een dierenwinkel in. Ja. Ze hebben tegenwoordig ook de raarste speeltjes, hè, voor honden. Dat zou bij de Christine Leduc ook niet misstaan. Nee. Toch? Maar goed, het schijnt voor honden te zijn. Ja. We moeten weer door. Ja. Moet jij inmiddels al plassen of niet? Nee. Want er stond daar een bordje sanitair die kant op. Ja, maar... Maar dan moet je dus de andere kant op. Ja, maar daar hoeven we niet heen. Nee? Oké. Okay. Nee. Dan gaan we gewoon door. Ja. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Komt u uit Dokkum? Nee hoor, ik kom uit Groningen vandaan. Oh, want we zoeken eigenlijk iemand die de highlights van Dokkum die kan vertellen wat zo leuk is aan Dokkum. Nee. Nee? U gaat lekker vissen vandaag? Ik ga vissen. Nou, heel veel plezier. Ja, dank u wel. Zo, kijk eens aan, wat een mooi schip. Goedemorgen meneer. Goedendag. Ik zoek eigenlijk iemand die mij meer kan vertellen over Dokkum. Maar ik moet trouwens uitkijken dat ik niet hier in het water val. Ik weet zeer weinig van Dokkum. Oh. Heel een bekende. Want u komt uit? Zeeland. Zeeland. Maar u bent een aardig stukje onderweg dan ook. Ja, ik ben al vanaf, begin mei vertrokken. Oh, dan dat is een langdurige vakantie. Ik ben ook nog in Duitsland geweest. Via de Wezen onder andere. Ja. Oh, nee, heeft u wel met het hoge water een beetje... Nee, niks. Oh, heeft u niet mee te maken? Nee, daar niet hoor. Daar niet. Het is gewoon een tijrivier en dat viel bij mij allemaal. Ja. Als je thuis komt, moet je weer schilderen zeker? Dat houdt niet op. Dat houdt nooit op. Nee. Koop een boot, hè? Heeft het tegeltje vast ook wel opvangen. Ja, maar er zit best wel houtwerk op, hè? Die komen wel heel onverdelig uit nu, want ik wou net gaan douchen en scheren. Ja, maar... Scheren? Oh, dat is mooi. Dat... Ja. Maar dan moet er eigenlijk wat... Ja, ja. Zelfs als linker scheren. Kijk, misschien kan u een voorbeeld nemen aan het toetje van mijn vader. Is het voorbeeld? Moet het zoiets worden? Zo moet het worden. Maar hoe lang heeft hij zich al niet geschoren dan? Ja, 5 jaar of zo. Ja. Dat is vandaag wel een hele bijzondere dag. Dat wij erbij zijn. Precies op het moment dat meneer zich wil gaan scheren. Nou, wij storen niet lang. Leuk kennis gemaakt hebben. Waar gaan jullie naartoe? We gaan vanmiddag weer terug naar Leeuwarden. Oké, okay, nou, misschien nog wel. Ja. Oh. Ook die kant op. Nou, maar dan met een heel ander gezichtje. Misschien herkennen we u niet eens. Dit blijft wel aan, hoor. Ja. Doei. Doei. Oké. Okay. Maar terwijl wij stonden te praten, zag ik op de achtergrond in één keer het praathuisje. Maar dat ga ik eens even proberen. Je mette maar horen die tijd. Ja. Mensen waren toch onder de indruk van mijn Fries. He, afsluiten van vorige keer. Er is niemand. Er is niemand. Ik kan even bijpraten, maar ik heb hem vergeten. Ja. Ja. Zit je dan?
zijn inmiddels in het streekje aanbeland, hè? Ja. Nou, dan denk je, wat is het streekje? Nou, dat is heel leuk winkeltje. Zo'n winkeltje bij van alles kan kopen. Over Friesland, maar vooral ook van het streekje natuurlijk. Zeker. Wel van ons mooie Dokkum. Ja, kijk eens wat leuk. Wat wit. En dat is dus een wit biertje. En er zit dus echt schuim van het... Het is zeezout van de Lauwerszee in. Ja. Nou, hartstikke leuk. Dat nemen we even mee. We hebben weer een lekker ankerbiertje. Zo is het. En weet jij ook? Dit is dan het eindpunt van onze Dokkumer Tourists. IJsfontein. De IJsfontein. Maar het is wel grappig, het is ook echt ijs. Er komt stoom uit, hè? Ja. En jij moet ook even stoom afblazen. Het was een hele tocht. Ja, het was een hele tippel, joh. Ja, ja. Het gaat zo ijsje, kijk maar hier. Ja. Zo. Ja. Heel leuk. Ja, goed, het hoop energie kost het zeker. Ja. Omdat, hè? Ja, er zit hier denk ik gewoon, het voelt heel koud aan. Er zit hier denk ik een soort koelelement in of zo. Een soort megavriezen. Ja, en daar komt dan die stoom overheen. Dus dat bevriest dan weer. Ja. Komen we terug bij de VB 002. Terug van een lekker wandelingetje door Dokkum. Staat deze vriendelijke meneer bij de boot? Ja, hallo. Ja. Peter Senema. Jij hebt een typisch Dokkumse productjes bij, hè? Precies, een Dokkumer lekkernij. Het is geen familie, zonder maar berenbitter. Dat zou je verwachten, ja. Ja, ja, maar het is wel een overheerlijke kruidenbitter. Zo, nou. Dus, en dit is ook een Dokkumer specialiteit, de Wilhelmina pepermunt. Sorry, ja, Wilhelmina pepermunt. Ja, hele lekkere zachte pepermunt. Ik denk niet dat je het moet combineren. Dat is net als met bier en pepermunt moet je niet combineren. Nee, dat klopt inderdaad. Maar jij bent een trotse inwoner van Dokkum. Ja, en ik volg je ook op Instagram en je vlogs. Ja, wat leuk, joh. En toen dat jullie hierheen kwamen, hadden we zoiets, we moeten toch even kijken. Ja, je wil mijn vader even zien natuurlijk, hè, de twee honden. En de hondjes even natuurlijk. Ja, hartstikke leuk. Maar je vertelde me net dat Dokkum vroeger een belangrijke zeehaven was. Ja, dat klopt. In de 15e eeuw tot ongeveer 1620, 1630 was dit echt een zeehaven. Ja. Er zat ook de Friese Admiraliteit zat hier. Ja. Maar hoe kwam je dan vanaf zee hier terecht? Was het nog helemaal vaart, of niet? Ja, maar kijk, de Dokkumer E had toen nog een getijde. Hier tot aan de zijde hier in de binnenstad was een sluis. En daar zit ook het gemeentehuis. Ja, en alles wat daarvoor lag, tot aan de Lauwerszee, dat was allemaal getijden. Ja, zo ja. Want je ziet hier buiten Dokkum aan de oostkant ook nog die oude zeedijkjes liggen. Ja. Dus je die kant zo uitvaren richting Dokkum Nieuwe Zeilen, zie je links en rechts nog die oude zeedijken. Ja, ja. Dus dat was gewoon een getijdenhaven tot 1630, 1640. Toen is de admiraliteit vertrokken en toen later kwam natuurlijk de sluis verder op het Dokkum Nieuwe Zeilen. En nog later natuurlijk had je de Lauwerszee, dus dan was de getijdenwerking helemaal weg. Nou, ze komen weer eens wat te weten van een local. Ja. Dat is leuk. Ik pak toch zeker deze aan, want dat vergeet ik natuurlijk niet. Okay, we gaan de trossen losgooien. Ja. Hoi. Okay. Kijk, vergeet de pepermunt niet. Oh, de pepermunt. Nee. Ja. Hoezo? Vind je dat ik een slechte adem heb? Nee, hoor, dat valt mee. Kijk. Maar dat is ook gewoon even een Dokkumer specialiteit. Ja, ik snap het, ja. Nou, heb ik jou nog mooi even getrakteerd op wat prachtige Friese plattelandsbeelden. Hè? Zo zeker. Die koeien die naar de drone kwamen gerend. Prachtig, prachtig beeld. Wij genieten ervan. Het zonnetje schijnt hier. Een brugje wat open ging. Helemaal goud. We genieten optimaal van Friesland en van de gastvrijheid.
Nou, we willen hier gaan afsluiten vanaf het upper deck van de VB002. En ik zou zeggen, like deze video eventjes en abonneer gratis op mijn kanaal, hè, als je dat nog niet had gedaan. En dan ga ik nu even afsluiten in het Fries. Ja, mensen. Dank voor die chain en ont de volgende bestemming. Bedankt voor het kijken. Doei. Doei.